auto's. Ja, wij zijn onderweg. Joep, dank je. Oké, tot zo. Hoi, hoi. In Wegbewakers volgen we het werk van de weginspecteurs van Rijkswaterstaat. Zij zijn als eerste ter plaatse wanneer zich een gevaarlijke situatie voordoet op de Nederlandse wegen. Weginspecteur Marcel is met spoed onderweg naar een ongeval op de A1. Omdat het een incident is dat prioriteit heeft, mag Marcel sinds kort gebruik maken van een blauw zwaailicht en sirene. Weginspecteurs zijn vaak als eerste bij een ongeval ter plaatse en moeten dan maatregelen nemen. Tot dusver maakten ze gebruik van oranje licht. Maar goed, wie maakt daar geen gebruik van? De wegenwacht, ieder klusbedrijf rijdt tegenwoordig ook met zo'n zwaailicht op zijn dak. Maar ondanks dat je het blauwe zwaailicht van Marcel al van ver ziet aankomen, nemen sommige bestuurders wel erg veel tijd voordat ze uitwijken. Vaak staat de radio te hard, hebben ze oortjes in, zijn ze aan het bellen en letten totaal niet op wat er om zich heen gebeurt. En ook even verderop schiet het verkeer alle kanten op wanneer ze de sirene van Marcel horen. Het is in ieder geval zaak om ruimte te maken voor de mensen die hulp willen gaan bieden. En de weginspecteur is ervaren genoeg en handig genoeg om dan zelf zijn weg te vinden in de ruimte die voor hem gecreëerd wordt. Bij het incident aangekomen blijkt het inderdaad te gaan om een ongeval, waarbij vier auto's bij een beginnende file op elkaar zijn geklapt. Een van de slachtoffers klaagt over nekklachten. Nou, we zijn hier bij een incident aangekomen, vier personenauto's. Daar is ook een gewonde bijgevallen. De ambulance is daar voor aanrijdend. Ik probeer ook gewoon zo min mogelijk, ook niet met telefoons en dingen. Probeer met zoveel mogelijk voor je uit te kijken. Ja, het was eerst van we staan stil, mooi gered. En toen was er ineens een achter. En ja, door die auto voor ons was het ineens weer naar voren. De opgetrommelde ambulance arriveert niet veel later. Maar net op dat moment vindt een tweede ongeval plaats, net voor de wegafzetting. Ja, Jeroen, er is terug nog een aanrijding. Ongeveer een 500 meter voor mijn positie. Marcel legt via zijn portofoon direct contact met een andere weginspecteur om melding te maken van het incident. Ik zoek een collega die in de buurt is van de A1 rechts 5,2. Er is een ongeval gebeurd op rijstrook 1. Wij staan bij 5,7 bij een eerder ongeval over. Nou, je ziet dit veel vaker gebeuren. Een tweede ongeval gebeurt als er hulp wordt geboden bij een ander ongeval. Heel mooi om te zien is dat Marcel in dit geval met zijn portofoon andere weginspecteurs kan waarschuwen. Jongens, er is een tweede ongeval heeft er plaatsgevonden. Grijp daar ook eventjes in. Gelukkig blijkt het tweede ongeval niet al te ernstig. Wel is een mogelijke veroorzaker hier vandoor gereden. Ondertussen worden alle voertuigen die betrokken waren bij het eerste ongeval geborgen. Er is voor Marcel en zijn collega's alleen nog het opruimen van de blikschade in de stromende regen. Bedankt man, super gewerkt, dankjewel. Nou, mooi.